DNA heeft vandaag in een openbare commissievergadering de wet penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaringen in behandeling genomen. De wet heeft te maken met de inrichting, de bestemming, het beheer van en het toezicht op penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring. De commissie staat onder leiding van Roselli Cotino en bestaat verder uit de leden Krishna Mathura, Aira Nading, Ronnie Brunswijk, Keshugangram Pandey, Karel Breveld en Giliano Snip. Wij brengen u enkele indrukken uit DNA. Dat gezegd hebbende, voorzitter, wil ik ook van de minister, zou ik willen weten. Ik ben natuurlijk heel blij en zeker als ik vergelijk deze wetgeving, de nieuwe wetgeving, met de vorige wetgeving, dan denk ik, dan heb ik gezien dat op het stuk van diensthoofd, dus de benaming van de diensten en overlegorgaan, dat zijn de nieuwe dingen die erbij zijn gekomen. En dat vind ik belangrijk. Maar ik zou tegelijkertijd willen vragen aan de minister, als korpshoofd en als een directeur. En hoe zijn deze twee functies, als ik inhoudelijk ga op die wet, hoe zijn deze twee functies gewaardeerd? Op welk niveau ligt het? En als we het vergelijken met andere gewapende machten, waar ligt het ongeveer? Op welk niveau zijn die functies daar? U zag VHP-parlementariër Krishna Mathura, die enkele vragen had over de aanpassingen van de wet. Ook Karel Breveld kwam aan het woord. Artikel 13, de penitentiaire ambtenaren. Voor zover bij of krachtens deze wet niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de personeelswet van toepassing op penitentiaire ambtenaren. Mijn vraag is, er wordt wellicht voor gekozen niet uitputtend regels en bepalingen vast te leggen of vast te stellen voor deze doelgroep. Is het daarom dat ook de personeelswet nog steeds van kracht blijft voor de PA's in gevallen waarin de eigen regels en bepalingen niet voorzien? We hebben daarnaast gemerkt, voorzitter, dat verschillende groepen in Suriname, overheidspersonen en groepen, waaronder bestuursambtenaren, uit het VISO-systeem stappen. De regering zou in augustus 2018 zelfs akkoord zijn gegaan met deze stap bij de politie. En ik hoor ook de Bond van Leraren in die richting haar punt maken. Nu er duidelijk gestreefd wordt naar verzelfstandiging van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, mag verwacht worden dat iets soortgelijks zich zal voltrekken? Doe parlementariër Karel Breveld vandaag tijdens de openbare commissievergadering van DNA. De wet penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaringen is in behandeling genomen.